Hallo allemaal, het volgende verhaaltje is Bellebeer, een hart voor mama. Mama, ik wil iets maken voor jou, zegt Bellebeer. Wat dan, wil mama weten? Een hart, roept Bellebeer. Kun je dat al, vraagt mama. Belle knikt. Wat heb je nodig, vraagt mama. Verf, roept Bellebeer. Gele verf? Belle schudt haar hoofd. Nee, geel is niet goed. Groen dan? Ook geen groen, zegt Bellebeer. Blauw? Vraagt mama weer. Nee, een hart moet rood zijn, zegt Belle. Natuurlijk! Wat ben jij een slimme beer, zegt mama. En ik heb ook nog graag een verfkwast, zegt Belle. En een groot vel papier en een potlood. Tjonge jonge, dat wordt vast een prachtig hart, zegt mama. Belle gaat aan de slag. Het is niet zo gemakkelijk. Zo gaat het beter. Oh, rode verf is zo mooi, vindt Belle. Mag ik al komen kijken? Roept mama. Nee, ik ben nog niet klaar. Hier moet nog wat en hier moet nog wat. Oei, dat is geen hart, zucht de beer. Dan komt mama kijken. Hé, wat is er, Bellebeer? Vraagt mama. Ik kan het niet. Ik kan geen hart maken, zegt Belle verdrietig. Hoezo? Vraagt mama. Dat is toch een hart? Niet dus, zegt Belle. Het is gewoon een vlek. Jawel hoor, zegt mama. Het is gewoon nog niet klaar. Kijk maar. Mama vouwt het blad dubbel. Ze wrijft erover met haar poten. Kom eens helpen, kleine beer, zegt mama. En dan doet ze het blad terug. Zegt Belle. Zie je wel, zegt mama. Nu is het klaar. Oh. Jullie kunnen thuis ook iets op een blaadje tekenen. Het dan dichtvouwen, dan terug open doen en kijken wat het is. Veel plezier. Dag.